in Avro Close-Up. Naar aanleiding van de 11e van de 11e, de carnavaleske wereld en onderwereld van schilder Jeronimus Bos. De Grote Markt in 's-Hertogenbosch. Een eeuwenoud plein. De stoffenverkopers doen er nog steeds goede zaken. Net als vroeger de lakenhandelaars, zoals te zien is op dit schilderij van omstreeks 1526. Op een stil plekje op het plein staat op een voetstuk een enorme pop die boer Knillis voorstelt. Op de eerste carnavalsdag wordt het traditiegetrouw onthuld. Hoewel er sinds het eind van de middeleeuwen veel veranderd is, is de geest van het carnaval misschien nog wel dezelfde als in de tijd van Hieronymus, ofwel Jeroen. Jeroen Bos, de schilder die nauw verbonden is met 's-Hertogenbosch en haar tradities van het carnaval. In het werk van Bos lijkt het altijd te draaien om de keuze tussen het losbandige en het deugdzame. Dat is ook te zien in De Marskramer, een van de beroemdste werken van Bos. Het stelt een arme man voor die te voet door een landschap reist. Hij draait zich met een nieuwsgierig gezicht om naar een vervallen huis, half herberg en half bordeel. Moet hij zijn deugdzame weg vervolgen of de gemakkelijke weg van de minste weerstand kiezen? Bos lijkt hier het moment van de verleiding te hebben vastgelegd. De Marskramer lijkt te moeten kiezen tussen de belofte van de hel en die van het paradijs. Het hele oeuvre van Bos lijkt een waarschuwing. Een illustratie van de strijd die de wil moet leveren. Heen en weer geslingerd tussen deze twee krachten. Datzelfde thema is ook terug te vinden in zijn grote drieluiken. Zoals de Tuin der Lusten. De vrouw, de verpersoonlijking van de verleiding, wordt hierin geassocieerd met vruchten en het kortstondige plezier dat ze verschaffen. Het tijdelijke tegenover het eeuwige. De hel van Bos, en Bos is dé helle schilder bij uitstek, laat tot in de hallucinerende details zien hoe degenen die geen plaats in de hemel verdienen, worden gestraft. Sterker nog, er bestaat geen ondeugd die niet op passende wijze bestraft wordt. Hoogmoedige vrouwen worden besprongen door padden en hagedissen.
en hun beeltenis wordt weerspiegeld in de glanzende billen van een dierlijke boom. Alcoholisten die hun hele leven in tavernes gebrast en gegokt hebben, worden aan stukken gesneden of doorboord met messen. Ook muzikanten zijn zondig. Ze hebben zich schuldig gemaakt aan het strelen der zinnen en ontucht is de muziek van het vlees, zoals geschreven staat. Ze worden gemarteld door hun instrumenten die tot monsterlijke afmetingen zijn opgezwollen. In IJsland kun je zien hoe de hel eruit ziet. De hardheid van het vulkanische landschap met zijn levenloze en desolate sfeer lijkt als inspiratiebron gediend te hebben voor de zijluiken van de Tuin der Lusten. Een IJslandse sage uit de 14e eeuw, dus nog ruim voor Jeroen Bos geboorte, geeft een nauwkeurige beschrijving van de folteringen in de hel. Eftir það sá þeir mann sitja á brennanda stóli, fyrir honum stóðu fagrar konur og stiftu logandum kertum inn í hans munn og niður iðrin og tóku þau út hans getnaðar lim. Engillinn meldi, þessi maður var mjög eftirlátur sínum líkam en óvinn sinnar sálu, hann stundaði neitt að matar og drykkjar umfram nauðsyn og hóf, hann var saurlífismaður, sá stóll merkir að hann var alla sína daga máttur og staðfastur í sinni illsku, en því að hann elskaði konur framar en Guðs boðorð, þá kvöldu illgjarnir andar hann í þeirra líki, brennandi hans munn og kvíð og getnaðar lið með sínum tortísum. Hieronymus van Aken, zoals Jeroen Bos eigenlijk heette, wordt in het midden van de 15e eeuw geboren. Europa staat aan de vooravond van grote omwentelingen die het gevolg zijn van belangrijke ontdekkingen en een religieuze crisis. Als Bos in 1516 sterft, zijn de leerstellingen van Martin Luther al in grote lijnen uitgewerkt. Een jaar later bevestigt Luther zijn 95 stellingen aan de deur van een kerk in Wittenberg en luidt daarmee de scheuring in het christendom in. Il y a un tableau au Louvre du maître de la vie de Sainte-Gudule qui est l'instruction pastorale. Et c'est un tableau extraordinaire parce qu'on voit donc un prélat qui est en train comme le titre du tableau l'indique de faire en quelque sorte le catéchisme aux adultes, eh bien, qu'est-ce qu'on voit dans l'assistance? Des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, n'écoutent pas. Pourquoi est-ce qu'ils n'écoutent pas? Parce qu'il y a des courtiers qui leur tirent la manche et leur tendent un billet. On peut imaginer que ces gens, ce sont des banquiers, des grands marchands, qui pensent à leur comptabilité en partie double au lieu d'écouter ce que leur raconte le prélat, qui ont leurs soucis d'hommes d'affaires, etc. Finalement, cette crise spirituelle, c'est le refus d'une certaine forme de culpabilisation médiévale qui n'est plus possible, qui n'est plus tenable psychologiquement pour des gens qui, encore une fois, vont être pris, envahis par les préoccupations d'ordre matériel et commercial. Venetië, het Dogend Paleis. Het vierluik, visioenen van het hiernamaals, wordt van de muur gehaald om op reis te gaan. Het is ter beschikking gesteld voor een tentoonstelling in het buitenland. Gloria Tranquilli, de Italiaanse restauratrice, volgt de operatie nauwgezet. Voordat de panelen de kist ingaan, moet er een zogenaamde stand van zaken worden opgemaakt. Op fotocopieën wordt minutieus vastgelegd waar eventuele barstjes, ontbrekende stukjes verf en waar krassen zitten. Maar hoe zijn de schilderijen van Bos in het Dogenpaleis terechtgekomen? I do not think that Bos ever visited Italy. And consequently, the paintings in the Palazzo Ducale, one of the great treasures of Bos paintings in the world, as we all know, I believe these paintings were done by Bos in the Netherlands. According to my theory, the paintings now in the Palazzo Ducale were bought by an intermediary, a middleman.
after the death of the artist from his estate and then brought to the great cardinal Domenico Grimani, one of the great collectors, great early collectors of the Renaissance, who collected both classical antiquity and Flemish painting. They were typically the sort of paintings that appealed to him because they had lots of monsters and they had lots of spectacular, dramatic fires. And that's what they loved in Italy. De eerste etappe van de reis wordt per boot afgelegd. Het gebeurt niet vaak dat schilderijen van zo uitzonderlijk grote waarde op die manier worden vervoerd. Maar wat moet je anders in Venetië? De vier panelen zitten veilig in de kisten met klimaatbeheersing, zodat temperatuur en vochtigheidsgraad constant blijven. Ze gaan tijdelijk naar het noorden, nadat ze zo'n 5 eeuwen geleden de reis in omgekeerde richting maakten en vanuit 's-Hertogenbosch in Venetië terechtkwamen. Bos is net als Kafka een van de weinigen die het tot bij Vigelijk bij vroegelijk naamwoord gebracht heeft. Ik bedoel, je kunt zeggen dat een situatie Kafkaiaans is. Zo kun je in beschrijvingen van horrorfilms tegenkomen dat een bloederige, gruwelijke scène Bossiaans is. Dat mag geheel en al ten onrechte zijn, maar het is toch wel het beeld wat de meeste mensen bij Jeroen Bos hebben. Inderdaad, de schilder van monsters en duivels. Hieronymus van Aken is waarschijnlijk rond 1450 in 's-Hertogenbosch geboren, in een van oorsprong Duitse schildersfamilie. Zijn geboortestad telde in die tijd ongeveer 40 kerken, kapellen en kloosters. Het huis De Rozenkrans, waar het gezin woonde en waar zich ook het atelier bevond, werd door zijn vader gekocht in 1462. Op dit vroeg 17e-eeuwse schilderij, de Schermeropstand, is het huis duidelijk te zien. Tegenwoordig is het een souvenirwinkeltje, de Kleine Winst geheten. Aan de noordzijde van de Grote Markt bevindt zich het huis waar Bos samen met zijn vrouw Aleid vanaf 1481 heeft gewoond. Op de begane grond is tegenwoordig een schoenenzaak gevestigd. Dat mysterie van Bos is natuurlijk heel interessant, want ja, het maakt het mogelijk om een mythe rond de man te creëren. Maar als je werkelijk afgaat op de archiefgegevens die over hem bewaard zijn gebleven, dat zijn er enkele tientallen, dan constateer je eigenlijk dat het een hele brave burger was van 's-Hertogenbosch. Dat hij geen extreme dingen deed. Dat hij een heel oppassende man was die heel zorgvuldig met zijn vermogen en dat van zijn vrouw omging. Dus ik denk dat de waarheid wel eens wat minder extreem zou kunnen zijn dan de schilderijen van de man doen vermoeden. In de kelder van het Bosse gemeentearchief bevindt zich het Bos Protocol. Hier wordt het grootste deel van de officiële documenten bewaard die betrekking hebben op het leven van de schilder. Ook wel te vinden onder de naam Van Aken of onder zijn voornaam Jeroen. Maar wat kunnen we van die zorgvuldig bewaarde documenten leren? Eigenlijk niet meer dan dat hij getuige is geweest bij verkopingen van panden die in het bezit waren van de familie Bos. Dat hij dus ook lid was van die familie, hoe de familie enigszins in elkaar zat. Daar wordt ook in verteld dat hij overleden is, althans zeker in het archief van de Illustratieve Vrouwenbroederschap. En dat is eigenlijk zo'n beetje alles. Meer kun je er niet uit halen, hooguit wanneer je wat gaat verbinden met elkaar en daar conclusies uit kunt trekken. Op 13 juni 1463 woedt er een grote brand in de stad 's-Hertogenbosch. De brand is in een ververij ontstaan
en is het gevolg van onoplettendheid. Hij verspreidt zich razendsnel over de houten huizen in de omgeving en legt het stadhuis met zijn bibliotheek en zijn hele archief in de as. Bijna 4000 huizen gaan in vlammen op met de hele inboedel. Ook veel mensen en vee komen om in de vlammen. Als de jongen van Aken getuige is geweest van dit schouwspel, moet het een diepe indruk op hem gemaakt hebben. IJsland, land van vuur. Voor christenen, bij wie zoals bekend de hemel boven is en de hel onder, vormden vulkanen het tastbare bewijs dat er onder de aarde een hel bestond waarin allerlei monsters huisden. Op oude kaarten fungeert de Hekla, de grootste en gevaarlijkste vulkaan van IJsland, als de poort naar de hel. De weg naar de krater heet heel toepasselijk de weg der verdoemden. Il y a des écrits dès le XIIe siècle qui parlent de ce volcan, qui relatent probablement cette éruption monstrueuse de 1104 en expliquant que c'est vraiment l'effroi total et les cendres du volcan vont se répandre partout en Europe, en Asie et partout sur la planète et on s'en méfie beaucoup. Oui, il y a quelque chose de bocheté en Islande, c'est toutes ces croyances populaires, tous ces monstres, toutes ces différentes créatures. Il n'y en a pas seulement dans l'air, il y en a dans l'eau, il y en a qui ont le pouvoir de se transformer, il y a des métamorphoses, etc., etc. Et il y a des rayonnages entiers de bibliothèques qui parlent de ça et on est bercé dès le plus jeune âge ici par ces légendes, ces croyances et toute cette superstition. Het drieluik, de bekoring van de heilige Antonius, is gebaseerd op het leven van de heilige, zoals beschreven in de Legenda Aurea van Jacobus de Voragine. Op het linkerpaneel wordt Antonius, gekweld door duivels, ondersteund door zijn metgezellen. Eenmaal door engelen meegevoerd naar boven, wordt hij opnieuw aangevallen door kwade elementen. Op het rechterdeel wordt de heilige in verleiding gebracht door Satan in allerlei aantrekkelijke verschijningsvormen. Maar Antonius laat zich niet verleiden. Hij is genodigd op een duivelsfeestmaal waarbij de tafel steunt op een menselijke figuur die met zijn voet in een kruik staat. Een toespeling op de geslachtsdaad. Op het middendeel komen duivels in allerlei gedaantes samen bij een rond gebouw waarvoor Antonius geknield ligt. Zijn rechterhand geheven in een zegenend gebaar. Het brandende dorp op de achtergrond is waarschijnlijk een toespeling op het Antoniusvuur of moederkorenvergiftiging, een vreselijke kriebelziekte. Monniken hadden zich bekwaamd in het behandelen van de ziekte en het verzorgen van de soms hallucinerende getroffenen. Misschien zijn de duivels van Bos wel geïnspireerd op de visioenen van de zieken. Bos laat zich helemaal gaan in het uitbeelden van deze schepsels. Antonius, afgebeeld in het geografisch middelpunt van het drieluik, heeft alle verleidingen, alle duivelse aanvallen weerstaan, dankzij de kracht van zijn geloof. Ook al ben ik omgeven door een menigte duivelse krachten, mijn hart is onbevreesd. Les tableaux de Bosch, ceux qu'on pense être des originaux de Bosch, ont une surface très rêche. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des empattements. La matière picturale a un relief qui est volontairement laissé visible par l'artiste
Donc c'est une matière peut-être un peu grasse, pâteuse, qui donne ces petits monticules, ces petites crêtes. Mais c'est une grande innovation parce que la tradition des peintres des anciens Pays-Bas, les grands artistes de la fin du XVe siècle et puis parfois aussi du début du XVIe siècle, ils ont cette peinture très lisse avec cet aspect un peu de porcelaine qui est lié à une volonté de cacher le travail. En fait, le summum de l'art, c'est de se cacher comme art. On ne doit pas voir la trace de la main, la trace du pinceau. On doit avoir l'impression que les tableaux se sont faits eux-mêmes, que ce sont des images qui sont apparues d'elles-mêmes, en fait. Ce n'est plus ce que veut faire Bosch, qui, là, appartient à la modernité, en fait. Il y a la libération qui passe d'abord par la conscience et puis qui se fait, qui va jusqu'à la main, et de la libération, en fait, de l'expression individuelle. On n'a plus peur, en fait, on n'est plus terrorisé devant l'idée de montrer que l'on a fait soi-même tel ou tel tableau. Cette libération de la main dans l'expression graphique, assez nerveuse, assez spontanée, elle se présente d'abord au stade du dessin sous-jacent, comme elle le fait dans le tréfonds de la conscience humaine, finalement. Et elle va affleurer à la surface des tableaux, comme elle va affleurer dans le comportement des gens et dans une certaine libération spirituelle à laquelle on pourrait associer, par exemple, la naissance du protestantisme. Ten tijde van Jeroen Bosch was Sertogenbosch een vrome handelsstad, gebouwd op drassig terrein en doorsneden door een rivier, de Binnendieze, die ook dienst deed als scheepvaartroute. Aan het eind van de 14e eeuw werd een begin gemaakt met de bouw van de grote Brabants-gotische kathedraal, de Sint-Jan. Toen Bosch in 1516 stierf, was de bouw nog steeds niet voltooid. De fantasiedieren die als versiering bovenaan de steunbogen van de kathedraal prijken, laten zien dat er al voor Bosch sprake was van een inventief gebruik van allerlei vreemde monsters. Misschien heeft Bosch zich wel laten inspireren door deze gebeeldhouwde wezentjes, net als door de illustraties in middeleeuwse manuscripten. Met carnaval ontwaakt de kathedraal uit zijn slaap. Our society nowadays, of course, is not as Renaissance and late medieval society was, dominated by religion. For us, religion is something which is remote, and even those who are very devout and who are very religious still do not, in a sense, have their daily life pervaded by religious ideas and by religious, I would say, eschatological values as people had in those early days. Life here is miserable, and it was for 99.9% of the people living in the 15th and 16th century a miserable life. So they were longing for that better life. And these pictures, like sermons, like prayer books, like so many other cultural feats of the time, we're giving them keys. We're giving them, as it were, ways towards salvation. As the 16th century goes on, aesthetic aspects become more important. But above all, these paintings are about salvation, are about Christian values and Christian ideals. Dit houten Mariabeeld, de Zoete Moeder geheten, dateert uit het begin van de 14e eeuw
en staat nog altijd in de kathedraal van 's-Hertogenbosch. In 1479 begint de restauratie van een kapelletje van de illustere Lieve Vrouwenbroederschap. Volgens de archieven is Jeroen Bos zelf in 1488 lid geworden van die broederschap. Het financiële succes van de broederschap is grotendeels te danken aan de verkoop van aflaten. De aflaatbrieven worden hier in het Nationaal Archief van 's-Hertogenbosch bewaard. Aflaten zijn in de ogen van de gelovigen een soort investering in het hiernamaals. Door het geven van geld dat deels ten goede komt aan de kerk, kun je de tijd dat de ziel na je dood in het vage vuur moet doorbrengen, verkorten. Hans Dietz, Duits predikant en tijdgenoot van Bos, beweerde zelfs dat de zielen het vuur uitspringen op het moment dat het geld van een aflaat de kassa doet rinkelen. Ik zei al, één van de aflatenbrieven. Dit is een aflaatbrief die nog wat ouder is. Een aflatenbrief die zeer speciaal voor de broederschap van de Heilige Maria gemaakt is. De initiaal, de letter U, is hier zeer rijk versierd met een staande Maria. De broederschap kreeg hiermee het recht om iedereen die in de kapel kwam 40 dagen strafvermindering in het vakenvuur te schenken. Tevens zit in deze brief ook besloten dat iemand die lid werd van de broederschap of schenkingen aan de broederschap deed, ook nog extra aflaten kon verdienen. En dat betekende natuurlijk dat hiermee eigenlijk de basis wordt gelegd van een broederschap die zich heel gemakkelijk over een flink stuk van de stad en zelf van een flink stuk daarbuiten kon uitbreiden. Christus wordt, nadat hij is gegezeld en er een doornenkroon op zijn hoofd is gezet, aan de vijandige menigte getoond. De dialoog tussen de menigte en de Romeinse bestuurder Pilatus is in tekstballonnetjes in het Latijn weergegeven. Pilatus houdt een staf vast die zijn macht symboliseert. Hij spreekt de woorden ecce homo. Het volk antwoordt de schijnheilige Pilatus, kruisigt hem. De derde inscriptie, Salve nos Christe Redemptor, red ons, Christus Verlosser, komt uit de mond van de schenkers van het schilderij, links onder op het paneel. Een zedige verzamelaar had Christus laten aankleden en de mannelijke schenkers waren weggewerkt. Ze kwamen tevoorschijn bij een recente restauratie. Röntgenfoto's hadden hun bestaan geopenbaard. Rechts onderin is een geknielde vrouw te zien met 5 meisjes, nauwelijks zichtbaar. Als teken van nederigheid zijn alle schenkers kleiner afgebeeld dan Christus en zijn tijdgenoten. Het Midden-Oosten, zoals Bos zich dat voorstelde, komt tot uiting in de kledij en de hoofdbedekking, in dit geval tulbanden. Op de achtergrond, boven de menigte, is het plein van een grote stad te zien. Een rode vlag aan een van de gebouwen draagt de Ottomaanse halve maan. Bos herinnert ons eraan dat in zijn tijd het Westen in onmin leefde met dat deel van de islamitische wereld dat met zijn legers de heilige plaatsen van het christendom bezet hield. De Lieve Vrouwenbroederschap bestaat nog steeds in Den Bosch en is al sinds de 15e eeuw gevestigd in een gotisch pand, het Zwanenbroedershuis. De 40 leden van de broederschap, waarvan de zwaan het alomtegenwoordige embleem is, komen nog steeds samen in dezelfde vertrekken. Voor Jeroen Bos vormde de broederschap een belangrijk netwerk dat hem opdrachten voor retabels bezorgde en hem hielp zijn werk buiten de stad bekendheid te geven.
We weten zeker dat hij erg populair was, omdat zijn schilderijen in die dagen al goed verkochten. En omdat hij aan de hoogste heren dat moment, zelfs internationaal, schilderijen afleverde. Het gekke is dat hij daarna, eigenlijk na zijn dood in 1516, vergeten wordt door de stad. In de 16e, 17e en 18e eeuw is er eigenlijk nauwelijks iets over hem te vinden dan een aantal handboeken over de schilderkunst, zoals Karel van Mander. En pas in de 19e eeuw pikt de stad zijn grote zoon dan weer op, maar eigenlijk heel voorzichtig met de grote optocht ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de stad. Wordt er een wagen meegevoerd waarin de beroemde mensen van Den Bosch zitten. En dat is onder andere Jeroen Bos. En pas echt komt het terug in de jaren 30 van de vorige eeuw, dus van de 20e eeuw, in 1930, is pas het standbeeld van Jeroen Bos opgericht op de markt. In de tijd van Jeroen Bos speelden maaltijden en banketten een belangrijke sociale rol. Tijdens het carnaval is dat nog steeds zo. Daar worden de zaken die de broederschap betreffen doorgenomen en daar worden ook de onderlinge banden weer nauwer aangehaald. De 40 leden van de broederschap komen meerdere malen per jaar samen voor een banket. In het archief worden gedetailleerde beschrijvingen van die banketten bewaard. Jaarrekening over 1488-1489, blad 198. De Lieve Vrouwenbroederschap heeft een traditionele maaltijd van zwanenvlees gehouden. Hieronymus van Aken, schilder van beroep, heeft de overige leden uitgenodigd. Buiten de zwaan die is aangeboden door onze heer, de hertog van Brabant, is er een tweede zwaan gekocht voor de somma van 8 stuivers. De bediende die dit op zich heeft genomen, heeft een fooi van 2,5 stuiver gekregen. Totale kosten 10,5 stuiver. Je pense que Bosch appartient à la fois au Moyen Âge et à l'époque moderne. Pourquoi à l'époque moderne? Parce qu'il a innové dans le sens où il a créé la peinture de genre. Là, c'est le génie du Nord, ça, c'est cette façon de vouloir regarder le monde tel qu'il est et non pas de vouloir transposer le monde dans un univers mythologique, dans un monde autre. Il y a premièrement cet intérêt pour la vie populaire, pas uniquement pour la vie populaire, mais pour des situations de la vie quotidienne. Il y a dans chaque situation humaine de la vie quotidienne un trésor de réflexion, un trésor d'enseignement à tirer. Bos heeft nieuwe thema's in de schilderkunst geïntroduceerd. De banden met het moraliserende christelijke geloof worden steeds losser. Het genrestuk van Bos, De Gauwdief, is in opdracht van het museum van Saint-Germain-en-Laye door deskundigen van het Louvre gerestaureerd. Het resultaat wordt door een fotograaf vastgelegd. Dit schilderij wordt tegenwoordig beschouwd als de beste versie van dit werk, waarvan er nog minstens 2 andere bestaan, die zich in musea in Jeruzalem en Philadelphia bevinden. Donc la scène de l'escamoteur, c'est une scène de prestidigitation dans laquelle un prestidigitateur donc fait sortir des grenouilles ou des crapauds de la bouche d'un ou d'une d'ailleurs personne naïve à laquelle on est d'ailleurs en train de voler la bourse, ce qui montre qu'il y a une tromperie en chaîne en fait. Non seulement la personne se fait berner parce qu'elle s'imagine que l'escamoteur lui fait sortir des crapauds de la bouche, mais en plus toute fascinée par l'escamoteur, elle se fait voler par un personnage qui est situé derrière elle et dont on a dit trop vite que c'était le complice de l'escamoteur, ce que rien, absolument rien ne prouve. Dans cette idée qu'il y a là des complices, il y a une façon de participer à cette dénonciation
de l'escamoteur comme une espèce de paria social qui est l'ennemi finalement. Wetstekst van Karel de Vijfde. Bekendmaking gericht tegen allen die de samenleving schade toebrengen. Een verblijfsverbod krijgen marskramers die lucifers, rattengif, pomades en zalven en andere aanverwante zaken te koop aanbieden. Dit zijn schadelijke lieden die wij niet in onze contreien dulden. Het zijn oplichters, bandieten, charlatans, misdadigers. 15 jaar na de dood van Bos werden de zogenaamde varende luiden beschouwd als vijandige elementen in de samenleving. Ce bateau, c'est une sorte de résumé du monde, en fait. Et l'image là, qui par la suite deviendra un thème très cher aux peintres du Nord, c'est celle du monde à l'envers. En fait, les fous sont les vrais sages, puisque là, le fou, avec sa marotte, il est bien tranquillement installé, un peu à l'écart des autres et en hauteur, d'ailleurs, en train de manger quelque chose, manifestement. Par contre, les soi-disant sages sont les fous. Et les fous qui sont là à chanter, à boire inconsidérément dans le navire. Et puis, il y a les pauvres aussi. Autre image sociale, ce sont les pauvres nus qui sont à nager et à demander leur pitance en tendant le bras. Donc, il y a, en accord avec le livre d'Erasme, d'ailleurs, qui a été publié dans les toutes premières années du XVIe siècle, L'éloge de la folie, cette idée qu'il ne faut pas trop s'asseoir sur les certitudes des gens qui sont insérés dans la société. Maar ook carnaval zet de wereld op zijn kop. In de tijd van Jeroen Bos worden de arme lui de heren. En de heren verkleden zich als zwerver. Iedereen steekt de draak met iedereen. Vandaag verlaten prins Amadeiro en zijn adjudant hun hotelkamers om zich aan te sluiten bij de carnavalsoptocht van praalwagens. Dit is dé carnavalsdag bij uitstek. Carnaval is een tijdelijke heerschappij, een tijdelijke, hoe zeg je, parodie op de normale maatschappij. Dus je hebt daar ook een hoofd. En dat hoofd is prins Carnaval, prins Amadeiro Ricosto di Carnavallo hier in het bos sinds 1883. Die de scepter zwaait. En het feit dat hij op bezoek komt in de pronk wil zeggen dat het 3 dagen feest is in dat dorp Oeteldonk. En dat is 1 grote parodie, 1 grote persiflage op het stadsbestuur, op zeg maar de bosse maatschappij of zeg maar zelfs de landelijke maatschappij. Antwerpen 1563. Midden in een religieuze processie ontdekt het volk een hooiwagen. In een beschrijving uit die tijd wordt de wagen bestuurd door een man die als duivel is vermomd. Achter de wagen lopen mannen en vrouwen die proberen er hooi van af te trekken. Zo moeten ze aantonen hoe vluchtig en waardeloos wereldse goederen zijn. Zou Bos zich hebben laten inspireren door carnavalswagens? Het drieluik De Hooiwagen verbeeldt de levensweg. In het middendeel zien we een menigte mensen die zich allemaal aan een enorme wagen vastklampen. Ze proberen de wereldse rijkdom naar zich toe te graaien. Het beeld van de hebzucht. Maar inhaligheid zaait tweedracht onder de mensen. Ze leidt tot geweld en zet aan tot moorden. Mensen laten zich zelfs platwalsen onder de wielen van de wagen om maar een handvol hooi te bemachtigen. Een handvol niets dus eigenlijk. Ook geestelijken laten zich door dit kwaad verleiden. Nonnen verbergen schielijk handenvol hooi in hun zakken en een dikbuikige monnik kijkt toe onder het genot van een glas wijn. Niemand is vrij van de zucht naar rijkdom. Ook de machtigen der aarde, keizer, koning en paus, lopen achter de wagen aan. Dat ze zich niet mengen in het geweld beneden hen, komt omdat ze al hooi genoeg bezitten. Maar ze zijn er net zo goed de slaaf van. Niemand lijkt te merken dat de hooiwagen die model staat voor de wereld, wordt voortgetrokken door 7 duivels die half mens en half dier zijn. Ze zijn op weg naar het rechterpaneel.
naar de hel. Omdat grote drieluiken zeer kwetsbaar zijn, leent het Prado de stukken nooit uit. Daarom moeten ze ter plekke in Madrid worden gefilmd. 50 jaar na de dood van Jeroen Bos kocht koning Philips II van Spanje, Philips de Schone, al zijn nog beschikbare werken op. Hij moet een groot bewonderaar van hem geweest zijn. Als je tegenwoordig aan Spanjaarden vraagt wie hun favoriete schilders in het Prado zijn, krijg je als antwoord Velázquez, Goya en El Bosco. En todos museos hay cuadros que no viajan porque forman parte de la colección permanente, porque se encuentran en un estado de riesgo, no porque mientras están sin mover tengan peligro, pero si se mueven pues pueden sufrir, sobre todo por su tamaño. Y porque son tablas, las tablas son delicadísimas. En este caso, porque forman parte de la colección permanente y lo mismo que no salen las meninas o no salen otras piezas importantes que no se prestan, no se pueden prestar. Dit grote drieluik, de tuin der lusten, heeft sinds zijn ontstaan aanleiding gegeven tot een veelheid aan interpretaties, afhankelijk van de tijdgeest. De Duitse kunstcriticus Wilhelm Frenger beweerde in de jaren 50 van de vorige eeuw dat Bos lid moet zijn geweest van een sekte genaamd de Broeders des Gemenen Levens. Deze sekte praktiseerde de vrije liefde en streefde naar de staat van onschuld zoals Adam die kende voor de zondeval. Maar aan het eind van de middeleeuwen werden vleeselijke lusten beschouwd als het bewijs voor de zwakheid der mensen. Ze golden in het beste geval als een noodzakelijk kwaad. In het slechtste geval als een zonde. Wanneer Bos in zijn schilderijen verwijst naar de zonde der wellust, doet hij dat in elk geval wel op een ingetogen manier. Het paardje in de mosselschelp verbeeldt de lichamelijke liefde. Vrouwen die vruchten plukken zijn bezweken voor de verlokkingen des vleeses. De aardbei staat symbool voor het vluchtigen van zinnelijk genot. De Spaanse geestelijke José de Sigüenza spreekt van de ijdelheid en het vluchtige genot van de aardbei, waarvan de smaak nog nauwelijks genoten alweer vervaagd is. C'est une façon totalement nouvelle, totalement inventive, totalement innovatrice d'illustrer une idée qui, par contre, n'est pas spécialement originale. L'idée que le monde, depuis la chute, est voué au péché et que le châtiment du péché, c'est l'enfer. Il y a une inventivité, une richesse de l'imagination inégalée. Inégalé. Les associations dans le paysage des animaux fantastiques, des oiseaux immenses, le chardonneret qui est plus gros que les hommes, de ces architectures qui mélangent le monde minéral, le monde végétal, etc. On n'a jamais vu ça. Donc il a laissé libre cours à son imagination. Et cette liberté, on la retrouve aujourd'hui parce qu'on a de même la liberté d'interpréter, de rêver, de voir un peu ce qu'on veut. Het Spaanse Escorial, gebouwd door Philips II in 1557. Een somber gebouw, opgetrokken uit grijs graniet. Het dient tegelijk als paleis, klooster en pantheon. Hier kan de koning zich terugtrekken om zich ongestoord te wijden aan zijn favoriete bezigheden. Bidden en zijn verzameling Spaanse, Italiaanse en Vlaamse meesterwerken bekijken.
Philips had tot aan zijn dood het aan de Bossenschool toegeschreven werk, De Zeven Hoofdzonden, in zijn slaapvertrek hangen. Een grote cirkel, voorstellende een oog, met op de plaats van de pupil een afbeelding van Christus die uit zijn graf opstaat. Daaronder de woorden: Weest op uw hoede. Weest op uw hoede. God ziet u. De gulzigheid. Een dikke man die door zijn vrouw wordt bediend en door zijn zoon nagedaan, heeft zijn leven lang alleen maar gegeten. Door vraatzucht verliest de mens reden en verstand. De woede. Twee mannen vechten voor een taverne. Een vrouw probeert ze uit elkaar te halen. Hij wil beledigende taal uitslaan. Hij wil slaan en met een mes steken. Hij wordt verteerd door het vuur van de ongeduld. De luiheid. Een man in een gemakkelijke stoel verwaarloost zijn godsdienstige plichten. Het geloof bezoekt hem in zijn slaap in de gedaante van een non die hem aanspoort om te gaan bidden. De luiheid verwijdert de mens van God en zet hem aan tot slapen. Een Bijbelcitaat betreurt de verblinding van de mensen en spoort ze aan om rekening te houden met de vier uitersten. De onontkoombare dood, gevolgd door de wederopstanding, en het laatste oordeel dat ons, afhankelijk van onze daden, naar het paradijs of naar de hel voert, waar alle zonden keurig zijn gerangschikt. Een andere Spaanse verzamelaar, Felipe de Guevara, schrijft: deze schilderingen hebben de gewoonte en de passies van de mens tot onderwerp. Het maakt niet uit waar men zich bevindt, maar wie nooit meer in zonde wil vervallen, hoeft slechts aan de vier uitersten te denken. Het is een soort paradox in het werk van Bos. Aan de ene kant is het heel onbegrijpelijk, en aan de andere kant is het iets wat door bijna alle mensen op de een of andere manier direct begrepen wordt. In zijn onbegrijpelijkheid. In ieder geval trekt het mensen aan. Gewone 15e-eeuwse, zeg christelijke, West-Europese schilderkunst mag voor een Japanner of een Hindoe of iets misschien ver van hem afstaan. Maar om de een of andere reden schijnt men Bos altijd te begrijpen. Hetzelfde is eigenlijk dat jeugd, mensen die nooit in een museum komen, voelen zich wel aangetrokken door het werk van Jeroen Bos. Là, ce sont des tableaux de petite dimension où il y a vraiment un sens plastique très moderne. Les parties du corps en lumière de ces monstres, les moustaches, les dents, etc., sont données par des petits empattements très nerveux de cette technique de Bosch avec cette surface rêche, donc une peinture d'une modernité extraordinaire. Et puis aussi, ces très forts contrastes d'éclairage, donc ces coups de projecteur dans les panneaux représentant l'enfer. Mais il y a aussi donc vision de l'au-delà. Il y a presque, on pourrait presque entendre vision futuriste parce que il y a dans ce panneau qui montre la montée des âmes au paradis cette idée extraordinaire des cercles concentriques à l'intérieur desquels s'engagent, guidés par les anges, donc les âmes qui sont matérialisées, symbolisées par des petits personnages. ...1516, het sterfjaar van de befaamde schilder Hieronymus van Aken. In het archief staat met Nederlandse precisie beschreven hoe zijn begrafenis werd afgehandeld. Op de 9e augustus is voor de begrafenis uitbetaald aan Willem Hameker, deken, anderhalve stuiver voor het opdragen van de mis en een halve stuiver voor zijn aanwezigheid. Aan de diaken en de subdiaken elk een stuiver. Aan alle andere, priesters, zangers, klokkenluiders, organisten en grafdelvers, elk een halve stuiver. Eigenlijk weten we over zijn dood zelf helemaal niks. Wat we wel weten is dat op een gegeven moment wordt gezegd dat hij dood is en dat er een uitvaart voor hem gehouden is. En daar zijn betalingen voor bekend. En nog wat later wordt zijn vrouw aangeschreven met de benaming weduwe. Maar over zijn dood zelf is weinig bekend. Het enige is, weten we dat in die tijd nogal veel doden zijn gevallen aan een besmettelijke ziekte in de stad.
Voordat hij in vergetelheid raakte, heeft Jeroen Bos een belangrijke invloed uitgeoefend op enkele schilders van de generatie na hem. Dit schilderij van Pieter Breugel de Oude, Triomf van de Dood, dat geschilderd is in 1562, is daar het levende bewijs van. De Spaanse Dominicaner priester Fray José de Sigüenza schreef 50 jaar na de dood van Jeroen Bos: deze schilderijen zijn geen absurditeiten. Het zijn eerder wijsheden met een grote artistieke waarde. Als wij er bizarre dingen in zien, ligt dat aan ons en niet aan de schilder. Kort samengevat is een kunst een samenbundeling van satire met als voornaamste onderwerpen de zonde en de dwaasheid van de mens.